De apostel Paulus ooit zei dit: ik heb een geheim dat ik aan de hele wereld wil laten weten. En dit is het geheim. Dat Jezus Christus mag in je hart wonen. Ik ken een jonge vrouw die toen ze heel jong was, was er een man in haar leven die zei: je bent lelijk, je kan niks bereiken, je bent niks. En die woorden hebben echt haar hart verpletterd en gebroken. En vanuit die plek van afwijzing leefde ze en een plek van onzekerheid. Maar dit is wat zo mooi is, is dat Jezus wil die woorden vervangen. Hij zegt: ik sta voor de deur van je hart en klop aan als je het openmaakt. Dan kom ik met je eten, dan kom ik je hart genezen, kom ik je herstellen. Wij mogen een tempel, een huis van de Heilige Geest zijn waar Hij komt binnen ons. En Hij geeft ons zijn kracht. En wij mogen niet vanuit een plek van afwijzing of onzekerheid leven, maar van een plek dat wij mogen weten: ik ben een geliefde kind van God. Punt. Ik ben waardevol. Laat Christus vandaag in je hart en je gedachten wonen.